Je doet ontzettend veel ervaring op. Je leert nieuwe mensen kennen, je leert de taal, je bent op een andere plek. Het is echt ontzettend leuk. And you get the chance to work for a company that's really well known around Europe. So it gives you that boost when it comes to your CV as well. Voor de persoonlijke groei, absoluut. Yeah. Het is heel goed voor je sociale skills. De ervaring is top. Ja, je Engels wordt zeker beter. Absoluut. Ik ben inmiddels een beetje beter in Engels dan dat ik ben in Nederlands. Vergeet soms Nederlandse dingen. Ja, precies. Ja, dat is echt heel erg. Because you learn independence and you learn to be on your own and make friends. Chilled out, you get paid, you don't have any bills, you save some money before you go back to uni. Because it's great fun. I've only done 3 seasons. Progression in Eurocamp is really, really good. So I started off as a couples courier and then moved to guest services team leader on Le Garin Jouar, and then final year was on the Burnie Riviere as guest service manager. Yeah, so there's a lot of progression in Eurocamp. Nou, je leert heel veel nieuwe mensen kennen. Je leert dingen over hoe andere mensen iets doen. Bijvoorbeeld met sportactiviteiten, dan leren we ook hoe de Engelsen alles doen. En niet zoals altijd al de Nederlanders alles doen. Het is heel gezellig. En het is een hele leuke ervaring. Je ontmoet nieuwe mensen, nieuwe vrienden. Het is een soort van familie wat je met elkaar hebt. Yeah. Because you meet people that you would never meet before. En dat gewoon geweldig is. Everyone should try. It's a once in a lifetime thing. It's amazing. And look at the weather. When the weather's like this, it's great. It's great.